Zo, hallo iedereen. Welkom in de lege studiezaal van het regionaal archief. Ik zit hier maar even in mijn eentje een boekje te lezen totdat er wat mensen zijn aangesloten, maar we kunnen wel gaan beginnen met het rondje door de depots. We zijn hier in de studiezaal en sommige van u zijn hier misschien al een keer geweest om dingen op te zoeken. Maar ja, de studiezaal is nu gesloten. Ik heb de lichten even aangezet voor mezelf. Maar die staan nu normaal uit in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. We hopen over een tijdje weer open te gaan, maar nu even niet. Nou, ik ga jullie meenemen de depots van het archief in, want in deze studiezaal mag u natuurlijk gewoon normaal komen. Dinsdag tot en met vrijdag. Ah, camera draaien. Top. Ja, ik had hem gekanteld, maar dat deed hij dus niet. Is dit beter? Goed. De studiezaal is helemaal leeg. En de depots waar we nu naar binnen gaan, die zijn sowieso leeg. Op een paar collega's na misschien, want daar kun je normaal niet komen. En vorige week zijn jullie met Mark al een rondje hier doorheen gelopen. Maar we gaan nu wat meer naar de inhoud van de depots kijken en de stukken. En ik ga wat vertellen over hoe het allemaal eruit ziet. Ik krijg weer de vraag of ik hem liggend kan doen, maar die rijdt mijn telefoon niet mee. Dus dat lukt helaas even niet. Ik begin in onze bewerkingsruimte. Als een archiefstuk binnenkomt, heeft Mark de vorige keer al verteld, gaan we eerst even kijken wat het precies is. Of het schoon is, of er geen zilvervisjes in zitten, of er geen schimmels in zitten. En als dat allemaal bekeken is, dan gaan de stukken hier naartoe. En dan worden ze ingepakt in dozen en krijgen ze een nummertje en gaan ze het depot in. Er kunnen hier ook dozen staan die bijvoorbeeld gescand zijn en die stukken die nu weer terugkomen en weer een plekje in het depot krijgen. Dus dat is onze bewerkingsruimte en die is wel leuk om even te zien, want hier is het iets meer een troepje dan in de rest van onze depots waar alles natuurlijk heel erg netjes is. Maar dan hebben jullie dat ook even gezien. Goed. Wat Mark de vorige keer ook al heeft verteld is dat we hier in een nieuwe aanbouw zitten. Onze depots waar alle archiefstukken worden bewaard zitten in een nieuw deel van het gebouw. Hier zien we nog de buitenmuur van het oude deel van het gebouw. En in het nieuwe gedeelte, in deze depots, wordt alles zo goed geregeld, zo goed mogelijk geregeld dat de archiefstukken ook daadwerkelijk goed bewaard blijven. Want wat is nou het geval als papier te veel temperatuurveranderingen of vochtverandering krijgt, gebeuren er dit soort dingen mee. Kijk goed naar het papiertje op mijn hand. Dat gaat helemaal bewegen. En dit is een heel dun stukje papier. We laten dit altijd aan de schoolklasse zien. Een soort waarzeggersvisje is het. Maar door de verschillen in de temperatuur van de omgeving en van mijn hand gaat het papier een beetje werken. En dat doet eigenlijk al het papier. Oeps, hij valt zelfs op de grond. Dat doet zelfs al het papier als de temperatuur gaat verschillen of als het vochtgehalte gaat verschillen. Nou, in deze depots hebben we het dus zo geregeld dat in die kamers de temperatuur altijd constant 17,5 graden is. En dat de luchtvochtigheid altijd 50% is. We zijn trouwens het regionaal archief en die heeft dit hele gebied als werkgebied. Dus de archiefstukken die ik jullie straks laat zien onderweg komen uit dit werkgebied. Van Texel tot Castricum, de kop van Noord-Holland erbij. Nou, we beginnen bij de bij het zogenaamde afdelingendepot. Alle archiefstukken die we bij elkaar hebben, dat zou zo neerkomen op ongeveer 13 kilometer inmiddels. En dat kunnen allerlei soorten archiefstukken zijn. Het zijn kranten, het zijn bijvoorbeeld ego-documenten zoals brieven, dagboeken, noem het maar op. Maar ook afbeeldingen. En die afbeeldingen worden voor een groot deel in dit depot bewaard. Nou, ik zal even aan de kast draaien. Zij al met al zo'n 13 kilometer, nou ja, dan wil je wel efficiënt je ruimte indelen. Dus vandaar dat we dit soort draaiende kasten hebben, want dan heb je maar één gangetje nodig voor al die kasten. En ik begin even met een mooie kaart, die hier verstopt ligt. Want ook oude kaarten, landkaarten en dat soort dingen, worden hier bewaard. Dit is een hele mooie 17e eeuwse unieke kaart.
Dus ik ga hem ook voorzichtig erbij pakken. Voilà. Van de Zuidschermer, voordat die was ingedijkt. Dus als we goed kijken, de Schermeer, Zuidschermeer, is hier inderdaad op deze kaart uit 1618. Is inderdaad nog water. Er zitten wat eilandjes in. Maar die hele bedijking is nog niet geregeld. Dus dit soort kaarten, unieke kaarten zijn dit, want die zijn echt met de hand gemaakt. Die worden hier ook bewaard. Een andere mooie, weet ik toevallig, ligt hieronder. Ook een 17e eeuwse kaart. Maar dan van de Wieringerwaard, die wel al is ingepolderd. Ja, en die is zelfs helemaal met de hand prachtig ingekleurd. En dit soort kaarten werden gemaakt om te zorgen dat nou de kavels allemaal netjes verdeeld werden. En er zit ontzettend veel detail in. Je ziet alle boerderijen. En alle kavels. En wie dat dan allemaal kreeg. Nou, dit soort kaarten hebben natuurlijk wat ruimte nodig om bewaard te blijven. Dus vandaar dat daar een apart depot voor is. Waar ook kasten zijn die genoeg ruimte bieden aan dit soort grote kaarten. Hier liggen dus niet alleen materiaal, maar bijvoorbeeld ook prenten. Er hangen hier wat mooie schilderijen. Maar ook grootformaat archiefstukken, bijvoorbeeld de stadsrechten van Schagen en de stadsrechten van Texel. Die liggen ook in dit depot. Maar we gaan snel weer verder. Ik kan niet alles laten zien van de 13 kilometer. Nou, in zo'n kamer waar ik net uitkom is het dus 17,5 graad. Dat is een soort van perfecte temperatuur om archiefstukken te bewaren. Zilvervisjes houden ervan als het warmer is dan 18 graden. De luchtvochtigheid is 50%. Want schimmels houden ervan als het lekker vochtig is. Maar als het te droog is gaat je papier ook kapot. Dus daar wordt allemaal rekening mee gehouden. Ik ben nu binnengelopen in een apart depot voor een collectie. Er staat weer een kar die binnen is gekomen. Die moet nog een plekje krijgen. We hebben ook heel veel oude kranten. En daar staat natuurlijk ook lekker veel informatie in over de geschiedenis van de regio. De alleroudste Alkmaarse kranten bijvoorbeeld, die waren maar zo groot. Die waren maar één bladzijde of twee of drie bladzijden, maar die zijn samen ingebonden in dit soort boekjes. En je ziet dat ze steeds groter worden. En alle kranten staan dus in een apart depot, omdat het papier van kranten heel erg zuur, een hoge zuurgraad heeft. En dat is weer slecht voor het papier, hè, hoge zuurgraad. Als je dat papier met zo'n hoge zuurgraad bewaart bij het andere papier, dan steekt dat elkaar als het ware aan. Dus daarom hebben we dat in een apart depot gezet. Ik ga even kijken of ik hier die deur naar achter kan lopen zonder dat de internetverbinding wegvalt. Want hierachter hebben we het geluk. Nee, ik kan daar niet naar binnen. Maar hierachter is dus nog een depot waar we afbeeldingen bewaren. Dat is het koude depot. Daar is het 12,5 graad. Nog ietsje kouder dus dan die 17,5 graad. Omdat bijvoorbeeld oude foto's, ja, die zijn net iets gevoeliger dan veel andere documenten. Dus die worden nog wat kouder bewaard. En daar liggen bijvoorbeeld ook hele mooie originele van glasplaatnegatieven. Als je op onze website bij de afbeeldingen kijkt, dan kom je die glasnegatieven wel tegen. Die kan je ook selecteren als een soort bron. En daar kun je echt eindeloos op inzoomen. Dus dan heb je foto's uit het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw. En dan kun je maar blijven en blijven inzoomen. Maar goed, zo'n glasplaatje kan ik nu dus even niet laten zien, want dan valt de verbinding weg. Dan gaan we te diep de krochten van het depot in. Nou, ik loop de gang door. We zijn net begonnen in de studiezaal. Helemaal daar. En we zijn nu op de eerste verdieping van ons depotgebouw, wat jullie al een beetje bekend voorkomt als jullie vorige week met Mark mee hebben gekeken. Dan gaan we nu de bibliotheek in. Want naast originele archiefstukken, dus uit de tijd zelf, die bijvoorbeeld door een gemeente of een particulier, dus dat kan een individu zijn, een sportvereniging, een kerkgenootschap, zijn gemaakt, hebben we ook veel boeken. Hier hebben we onze prachtige collectie, al zeg ik het zelf, van Kluitmans. Kluitman was een Alkmaarse uitgeverij, dus we hebben het archief van Kluitman, maar we hebben ook heel veel boeken van Kluitman. Zoals, en deze heb ik vroeger nog gelezen, oeps, de chameleon. Maar naast die kinderboeken hebben we ook heel veel boeken uit en over de regio. En die worden in dit depot bewaard.
ook weer van die mooie draaikasten. En er zit echt van alles in. Van de nieuwste boeken uit 2020 die over onze regio gaan. Of door iemand uit onze regio zijn geschreven. Tot hele oude boeken. Die teruggaan tot zelfs de middeleeuwen. Even een kijkje in die prachtige kasten. En ook de kranten. Kijk, deze moeten nog worden ingebonden. Dus die leggen even hier. Ook de krant van vandaag. De Alkmaarse, de Texelse. Ook die worden bewaard. En aan deze kant staan een aantal prachtige hele oude boeken. Dat zijn pastoorsbibliotheken uit de regio. Heilo, Akersloot en Limmen. En ook de Alkmaarse stadslibraire die bij de Grote Kerk was gevestigd. Even kijken, hier een afbeelding van de Grote Kerk. Dat portaaltje waaronder langs u normaal naar binnen kan lopen in de kerk. Daarboven was de stadslibraire gevestigd. En dat was dus de bibliotheek van de stad. Waar alle notabelen van de stad, als gewone burger kwam je er niet zomaar in hoor. Maar dan kon je al die boeken van de libraire raadplegen. En de zwaarste, die hier. Dat is de kanselbijbel en die is 17,5 kilo. Dus die ga je ook niet optillen. Het zijn allemaal stuk voor stuk mooie boeken. We hebben een paar handschriften uit de middeleeuwen die dus handgeschreven zijn, maar het meeste is gedrukt. En die boeken gaan over allerlei onderwerpen, heel veel theologie, maar ook wetenschappelijke boeken. En ik heb er even eentje apart gelegd, dat is deze. Die laat ik altijd aan iedereen zien, dus ook aan jullie. En dat is een vroege druk, dus dit boek is gedrukt. Want de drukpers was inmiddels uitgevonden. En de eerste bladzijde ziet er zo uit. Nou, dan heb je toch een mooi boek te pakken. Zo, nou, het internet valt elke keer weg. Ik ben weer even op de gang gaan staan. Dat boek wat ik net liet zien, dat is dus deze. Weer spiegelt lekker, zien jullie mij ook nog een beetje. Hallo. Biblia Latini Hieronymi. Dat is een Latijnse Bijbel, een drukwerk uit 1480. En ik rol gewoon inderdaad het kartje even naar buiten. Doen we dit vaker, vraagt iemand. Nou, vorige week hebben we dit toevallig een keer gedaan. Omdat we het zo verdrietig vinden dat we nooit meer mensen zien vanwege die coronacrisis. En dat onze stukken daardoor ook niet bekeken konden worden. Dus daarom doen we dit nu een paar keer. Ik rij het hele boek gewoon even naar buiten, naar de gang. Voilà. Op een karretje waarmee we normaal ook de stukken naar de studiezaal halen. Hier hebben we hem weer, dat hele kleine tekstje hier. Dat is de tekst van Genesis, dus dit gedeelte. En alles eromheen is Bijbelcommentaar. Dus u ziet wat de geleerde mannen allemaal te vertellen hadden over de Bijbel. Ja, ik weet dat ik de hele tijd wegval, maar ik zit al op het beste internet wat ik kon vinden. Dus ik blijf zoveel mogelijk maar even buiten af en toe. Ik rol hem wel weer even naar binnen, anders krijg ik ruzie met de bibliothecaresse, denk ik, dat het mooie boek niet op zijn plek ligt. Nou, daar gaat hij weer. Nou, dat soort vroege bijbels hebben we dus. Vroege drukwerken, maar ook van alles en nog wat aan ander materiaal. Bijvoorbeeld die kinderboeken, maar ook, en ik laat ze even snel zien voordat mijn verbinding weer wegvalt, dit soort bordspellen. Hè, de oergezellig bordspel Texel, het Alkmaars geuzenbord. Ook dat soort materiaal bewaren we hier in het archief. Dus het zijn niet alleen maar mooie oude boeken, maar het zijn ook bordspellen, boeken over de geschiedenis van de regio nu, et cetera. Tijdschriften, kranten hebben we al gezien, noem het maar op. Nogmaals, sorry dat ik er echt op film. Ik weet dat het een soort doodzonde is, maar hij wil niet meedraaien. Nou, we hebben een aantal van die depots en dat hebben we op die manier ingericht, die verschillende kamers als het ware, omdat dat natuurlijk veiliger is. Stel dat er een leiding springt of dat er op de een of andere reden of een of andere manier toch brand uitbreekt. Dan is dat allemaal opgeslagen in verschillende kamers en daardoor veiliger. Niet alles is dan in één keer kwijt of verloren gegaan. En dat gebeurt ook op meerdere verdiepingen. Dus we zijn nu even naar de eerste verdieping gelopen. Waar ook weer een paar mooie dingen voor u klaar liggen, leggen. Ook hier zijn jullie de vorige keer al geweest met Mark. Dus ik hoef over de omgeving als het goed is niet heel veel meer te vertellen.
Het zonnescherm is inmiddels dicht. Dat helpt bij de temperatuur constant houden. En dan hebben we hier depot 12. En depot 12 is ons showdepot. Daar gaan we altijd naar binnen met schoolklassen, met rondleidingen, noem maar op. Dus ook nu. En hier ligt van alles en nog wat. Dus ik ga een paar dingen laten zien. En de grote blikvanger is altijd deze mooie kaart hierachter. Sorry voor het gewiebel. Dat is een kaart van het Hoogheemraadschap, de uitwaterende sluis Kennemerland en West-Friesland. Uit de 18e eeuw. En mensen moeten altijd even kijken om nou goed vast te stellen wat we precies zien. Maar wij zijn gewend om het noorden bovenop een kaart te laten zien. Maar het noorden is nu daar. Dus als we hem zo doen, dan ziet u daar dan helder. En we draaien weer even terug. Hier zien we dus Alkmaar. Dan gaan we naar links naar het noorden. Dus dan gaan we via de Zijpenpolder en Schagen reizen we af naar het noorden. En het leuke is dat op deze kaart de Wieringermeer nog helemaal niet is ingepolderd. Dus daarbovenin ziet u nog Wieringen als eiland. En Den Helder ligt hier. Oeps. Een puntje eigenlijk midden in een soort van moerasgebied. Dus dat soort mooie kaarten. Kijk, deze was gewoon letterlijk te groot om ergens op te bergen. Dus die hebben we maar in de muur gehangen en hij is nog mooi. Oh, komt goed uit. Dit soort kaarten waren natuurlijk best moeilijk om te maken. Je hebt ten eerste echt goede landmetervaardigheden nodig. Dus je had goede landmeters nodig om elk stukje precies goed in beeld te brengen. Maar zelfs als je dat dan eenmaal had opgetekend, wilde je zo'n kaart drukken. Dat hij een paar keer... Mooi, goede verbinding in het showdepot. Dan blijf ik hier maar een tijdje. Als je zo'n kaart wil maken en je wilt niet net zoals beneden zo'n manuscriptkaart hebben waar je er maar eentje van hebt, maar je wilt hem een paar keer uitgeven, ja, dan moet je die kaart dus kunnen drukken. En om zo'n kaart te kunnen drukken, maakten ze van dit soort, een tietje verder open. En die mag ik niet met mijn vingers aanzitten. Om zo'n mooie grote kaart te kunnen drukken, maakten ze dan dit soort koper gravures. Waar ze zo'n kaart helemaal inkrasten, als het ware. Een beetje inzoomen. Kijken of dat lukt met de weerspiegeling. En u ziet dus al hierboven staan de Noordzee in het spiegelbeeld. Dus je moest ten eerste iemand hebben die zo'n kaart perfect kon opmeten. En vast kon leggen. En dan moest je ook nog eens iemand hebben die dat perfect in zo'n koperplaat kon graveren. En dat was echt niet makkelijk, want dat moet dus en in spiegelbeeld en die afmetingen moeten nog precies kloppen. En er zit onwijs veel detail in. Kijkt u maar hier. Nou, dit is overigens niet van dezelfde kaart, maar het laat wel zien hoe dat allemaal werkte. Ik ga de vuur weer even veiligstellen. Nou, ik wijs al een beetje naar beneden met mijn scherm, want in het showdepot liggen natuurlijk altijd een paar van onze topstukken. En het alleroudste document wat we hier hebben, ligt hier voor uw neus. En dat is het stadsrecht van Alkmaar. Alkmaar kreeg in 1254 stadsrechten. Maar dat originele document is niet bewaard gebleven. Dit is een soort van officiële kopie daarvan en die komt uit het jaar 1325. Dus nou ja, bijna 700 jaar oud. En geschreven wederom in het Latijn, net als die Bijbel die ik liet zien ietsje eerder. Dus dat is ons alleroudste document. U ziet een beetje de weerspiegeling van mij, of de weerspiegeling, de schaduw van mijn hand en mijn mobiel de hele tijd. Maar daar kan ik niks aan doen. Dat heeft met de belichting hier te maken. Andere topstukken die we hier bewaren zijn de polsopbriefjes. Dat zijn de briefjes die tijdens het beleg van Alkmaar in 1573... de stad werden uitgesmokkeld toen de Spanjaarden de stad omsingeld hadden en de Alkmaar dus echt heel graag hulp wilden. Stuurden ze daarover een bericht naar de Geuzen in Schagen. En dat deden ze met boodschappers die 's nachts de stad uitslopen en hun bericht in een polsstok meesmokkelden. En de enige die we bij naam kennen heeft ook een standbeeld. Hier hebben we daar een plaatje van, dat is Jan Pieterszoon van de Meij.
En die polsdokbriefjes die dus echt midden in de nacht mee zijn gesmokkeld de stad uit door de Spaanse linies. Nou, die liggen hier. Dat is toch best bijzonder. Een stuk wat ik ook altijd heel mooi vind is deze. Dat is een officiële akte van Maria van Bourgondia en Alkmaar uit de 15e eeuw. Alkmaar was wegens in opstand gekomen, dat deden ze wel vaker, en ze hadden de verkeerde kant gekozen. En dan werden een deel van die stadsrechten, dus van die, werden afgenomen als straf. En dan de volgende bestuurder, die haalde dan zijn hand over zijn hart en die zei, oké, jullie krijgen je stadsrechten wel weer terug. Moet je wel even 1000 gulden, en dat was in die tijd veel geld, betalen. Nou, Maria deed dat ook, Maria van Bourgondia, dus dit document is een document om die stadsrechten weer terug te geven. Maar vooral het zegel is natuurlijk erg mooi. We zien hier Maria op de paard naast haar man Maximiliaan van Habsburg met de valk op haar arm. Als u goed kijkt. En ze gaan op valkenjacht, dat was een hobby van de adel. Alleen, het was voor Maria ook een fatale hobby, want op haar 25e kwam ze tijdens de valkenjacht om het leven. Toen ze een ongeluk kreeg met haar paard. Dus we zien er hier bijna, want het was ook echt een paar maanden na het uitgeven van dit zegel dat dat ongeluk gebeurde. We zien haar hier bijna haar dood tegemoet rijden. Goed. Ik zei net al iets over dat we oude kranten hebben. Nou, de alleroudste Alkmaarse krant. En we zitten hier weer een beetje met het licht. Het ligt hier. Alleen hij heet hier nog de Noord-Hollandse krant. Komt uit 1796. Een paar jaar later, 1799, gingen de Alkmaarse Courant heten. Nou, u ziet, dat ziet er heel anders uit dan de kranten die we gewend zijn. Nou, er ligt hier nog van alles, mooi materiaal. Een bijzonder verhaal wat we hier bewaren zijn, is het verhaal van de dubbele moord in Schagen. Dat vertellen we ook altijd. Er kwam een aantal jaar geleden een meneer naar het archief met de pasfotootjes van deze twee dames. En achterop die fotootjes stond slachtoffers van den dubbele moord in Schagen. Nou, hij wilde wel eens weten wat er aan de hand was en daarvoor kwam hij naar het archief. Hij ging op zoek in de kranten. Hij ging op zoek in de bevolkingsregisters, de gezinskaarten. Hij ging op zoek in de politiearchieven en hij kwam achter het hele verhaal. Namelijk dat deze twee dames zijn vermoord door hun buurjongen Klaas Boes, 18 jaar destijds. En dat hele verhaal heeft hij allemaal in een boek op papier gesteld. Maar dat heeft hij dus kunnen doen aan de hand van die archieven. Dus daarom vertellen we dat verhaal eigenlijk altijd. Dat is typisch een vrouw hoe je aan de hand van heel weinig informatie, dankzij al die archiefstukken, toch een heel verhaal kunt vormen. Nou, zo hebben we van allerlei archiefstukken allerlei verhalen die we hier bewaren. We hebben hier de replica's van de stukken. Van het fotoalbum van de Joodse familie Drucker en de dagboekjes. Daar ga ik nu niet al te diep op in, dat doen we in een ander filmpje. Maar ook dat is een verhaal wat hier terug te vinden is, als het ware. En we hebben natuurlijk allemaal foto's. Dit is een bijzonder fotoalbum uit 1890. In 1890 hadden ze helemaal geen kleurenfotografie. Maar als je een beetje chic was, kon je wel je foto laten kleuren. En dat deed dus de familie De Lange. Kasper Jacob de Lange liet dit fotoalbum van zijn studententijd als het ware aanleggen en de foto's inkleuren. Nou, dat is best bijzonder voor zo'n 19e eeuwse album. Ja, want nog een mooie kaart, dit keer van Den Helder. Past ook niet in de depot, dus die hebben we ook opgehangen. En hier ziet u nog eens hoeveel van die kasten op een rij we dan hebben. En dat is maar één van de meerdere depots hier. Goed, dat was het showdepot van Alkmaar. Ik durf bijna geen depots meer in te gaan, omdat mijn verbinding de hele tijd wegvalt. Al met al hebben we dus ongeveer 13 kilometer aan materiaal, van de middeleeuwen tot nu. En we hebben kaarten gezien, we hebben kranten gezien, we hebben toch een paar foto's gezien, ondanks dat ik dat koude depot niet in kon wandelen vanwege de verbinding. En soms is het heel leuk om oude en nieuwe foto's naast elkaar te zetten. Wist u bijvoorbeeld dat de accijnstoren in Alkmaar een paar meter is verplaatst? Dus het klopt hoe deze foto's, de oude en de nieuwe, in elkaar gemonteerd zijn. Want die toren is gewoon een paar meter verplaatst, omdat de weg verbreed moest worden. Nou ja, dat soort dingen kun je dus ook terughalen aan de hand van al die documentatie hier in het archief. Ik ga even kijken of ik nog een stukje dit depot in kan wandelen.
om jullie nog een beeld te geven. Ook hier weer een depot vol met archiefstukken, archiefstukken, archiefstukken. En u ziet, ze staan allemaal in dozen. En elke doos heeft een aantal nummers, vaak een korte beschrijving. En dan op de kasten staan ook allemaal nummers. Dus als wij uit het archief van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nummertje 11.268 nodig hebben, dan krijgen wij te horen, nou, depot 11, zijn we net ingelopen. Stelling 22. En dan hier op de plank, in deze doos, zit het dossiertje wat we nodig hebben. En dan kunnen we die uit de kast pakken. Ik heb geen idee wat ik nu tevoorschijn haal, dus we gaan er ook maar niet in kijken. Maar inderdaad, dan heeft elk dossier weer zijn eigen nummertje gekregen. En dan hebben we het goede stuk te pakken. Nou, zo maken we dus in al die kilometers aan archiefmateriaal dat we nog wel de juiste plek kunnen vinden. Dus we hebben depots, we hebben stellingen en elke doos heeft ook weer zijn eigen nummertje en elk dossiertje heeft zijn eigen nummertje. Nou, achter in de depot hebben we bijvoorbeeld nog de collectie Tweede Wereldoorlog met allerlei stukken over, nou, u raadt de Tweede Wereldoorlog. Ook zo'n collectie over de Eerste Wereldoorlog. We hebben daar nog een archief staan van een oude VOC-vader, Wollebrand Gelijnzoon de Jonge. Dus dat zijn liefdesbrieven uit de 17e eeuw. Die aan zijn Alkmaarse vriendinnetje, het meisje dat hij op het oog had. Maar ook handels, documentatie en van alles en nog wat. Dus ook in die archiefstukken, niet alleen die boeken gaan van middeleeuwen tot nu, maar ook de archiefstukken gaan van middeleeuwen tot nu. Tot de krant van vandaag, want die bewaren we ook. Nou, we zijn inmiddels weer boven. Wat kunnen jullie nou met al die archiefstukken? Nou, er zitten dus mooie verhalen in die het waard zijn om bewaard te blijven, om te bekijken, om er een boek of een artikel van te maken. Er zitten bouwdossiers in waarmee u weet welk muurtje u wel of niet weg kunt breken. Er zitten stukken in. Nou, stel u heeft een geschil met de gemeente over waar een erfpaal of waarvan een afscheidingspaaltje wel of niet moet staan. Nou ja, dan hebben wij misschien de stukken daarover hier ook nog wel bewaard. En we hebben allerlei documenten waaraan u kunt zien hoe uw stad, dorp of regio er vroeger uitzag. Zoals hier, nou, een kaart van Alkmaar, replica 19e eeuw. Nou, dat soort documenten hebben we hier dus allemaal. U kunt uw familiegeschiedenis ook nog uitzoeken. En die bibliotheek geeft dan ook nog eens heel veel context over welke informatie we allemaal hebben. Dus niet alleen maar de stukken zelf, maar ook, nou ja, wat mensen zelf daar al over hebben uitgezocht. Ik had het net bijvoorbeeld even over die libreien van Alkmaar. Nou, daar hebben we dan dus ook een boek over. Wat onlangs is uitgekomen. Kennis is pracht. Dus dan weten we, dat de ene, die ene middeleeuwse bijbel met die mooie voorkant. Hoe zit dat nou precies? Nou, dan heeft daar vast al een keer iemand over geschreven. Dus we zijn weer terug in de studiezaal. Die helemaal leeg is. Ik loop weer terug naar de stoel waar we zijn begonnen. En ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Als jullie nog vragen hebben, stel ze gerust via de socials of via info@archievenalkmaar. En als jullie een keer die archiefstukken in het echt willen bekijken, nou, zodra de studiezaal weer open is, zijn jullie van harte welkom. Doei!